Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, en sorry dat er afgelopen maandag geen video online was, want ik had het echt geen tijd ervoor. Dus dan weet je dat vast. Ja. Vandaag is natuurlijk gewoon weer woensdag. We gaan gewoon weer verder waar we gewoon afgelopen week mee gebleven waren. Ja. Oké, we hadden een grondig onderzoek de vorige week gedaan. Ik geloof het wel. Maar we zitten nu een beetje in dat probleem met het geld. We hebben één vrijlatingstwee. Kastenkantoor van de psycholoog. Kunnen we eventueel. Ja. Verplaatsen. Kijk dan. Kunnen we dit gewoon als zo doen? Nou, iets ruimte over, want. Hoeveel? Dat is 4. En dit is 3, dan moet er dus nog eentje bij. Dus de muur die moet hier komen. En dan moet er hier ook eentje. Dus dan moeten we 2 meter erbij doen. Dus 2. Dus dan moet de muur hier komen. Dus ik weet het niet. Onvoldoende geld, dat is kut, hè? Ik ga een lening aanzetten. Het maakt me niet uit, ik ga hier een lening in aanzetten. Behoeftes. Hier ergens. Maar dan moet ik rente voor betalen. Dit gaat dus ook niet. Dan zit er maar één ding op. En dat is geld verdienen. Ja, maar nu is het rustig. Dan krijgen we geen geld. Dus dan laten we even de vloeren. Want ik word hier binnenkort ook een cellenblok. Mijn 106. Ja, kijk. Dat bedoel ik, hoor. Dat zijn de saloenen van de gevangenen. Die gewerkt dus hebben. Oké. Ze hebben dus nu op min 87. Ja, iedereen die slaapt. Dus. Het is dus even rust. Ik kan er wel, misschien kan er eentje van 2000 erbij doen. Dan doe dat maar. En dan hebben we in ieder geval 2000 erbij. Ons geld raakt op. Ja, ik weet dat. Dus we staan nu een beetje in de problemen. Ik dacht, oh, 500.000. Dat is behoorlijk veel. Maar goed. Om 7 uur gaan ze allemaal opstaan. Gaan ze douchen. Dus nu.
hoop dat er geen doden zijn gevallen. Ah, kijk. Nu hebben we dus geld. 2000 euro toestroom. Dus we hebben weer wat. Maar ik weet niet hoeveel... dat daar zo is. Volgens mij moet het 5 bij 5, of niet? Dat ik het hier zo moet doen. Slopen, muur geslopen. In ieder geval gaan ze werken, kijk. Hier, eentje, 1, 2, 3, 4, 3. Verplaatsen. Zo. Flink mee bezig. Kijk, met de cellen zijn ze aan het poetsen. Dat moet ook. Laten we het dan maar even wat sneller, want dat moet dan vier keer vier. Stenen muur, alsjeblieft. Kamers. Dat is 50 euro, nou oké. Hier staat er eentje hier. Ook dan. Ja, deze moet verwijderd worden. Hier komt er eentje. Voorwerpen. Komt er hier in. Ah, damn it, onvoldoende geld. Hoeveel kost die?
dinger. 300 euro, jezus. Dan hebben we in ieder geval wel twee. Kijk, er zit al iets op de exportgoederen, dat is prima. Er komt dadelijk een vrachtwagen aan. Juist. Met. Oké, dan moeten we betalen. Maar dan komt er. Kijk, komt er nog een aan, dan krijg ik natuurlijk weer wat geld ervoor. Oh wacht, hij moet eerst op afval. Dan zet die weg. Ik heb er wat geld voor. Hoeveel? Geen idee. Nog een deuren. Is hij al weg? En nu 300. Ah, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou. Moet je door, vriend? Zo. Ja, weet je hoe dat is? Ik maak gewoon hier houten deuren van, want dan kunnen ze die... zelf openmaken. Het beste. Nou. We zijn dus klaar. Oké. Programma's. Hij ziet dat hij niet nodig is. Dan moet ik nog iets doen. Mooi. Meer arbeidstijd nodig, dat weet ik. Maar toch komt dus dadelijk. Als die klaar is. Dan komt hij dat eten. Ik moet eten nog steeds even kijken hoe ik dat weer heb gedaan hoor. Want ons geld raakt op. Ja, ik weet het. Maar goed, we hebben dus nu 3 van die kamertjes gebouwd. Als er eentje steeds vrijkomt, dan krijgen we 4000 euro erbij. Hier, 1 van 1, 1 van 1. Het zijn dus 3. Groepsruimte, ziekenboek. Moeten we... veiligheid in de werkplaats. Dat wil dus niemand. Kok. Nou goed, we laten dit even zo moeten. Wat werkt daarvoor?
Hoofdbewerking stage. We laten het even zo. Groepsruimte en ziekenboe, 3 van de 4. Ik vind het allemaal prima. Dan. Ga ik het denk hier maar bij laten. De vloeren die zijn goed. De douches die gewoon goed gedaan. Prima. Ja. Oeh, kijk, best veel mensen in de eenzame opsluiting. Maar goed. Ik denk dat ik het maar hier ben gelaten. Het loopt allemaal lekker. De was die overal zitten. Nieuwe beddenkleden in. Uniforms. De was die draait ook wel goed. Geen probleem. Ik denk dat de was waar mensen genoeg in zitten. Een paar bezoekers. Die zitten dus hier. Prima. Wat wel zo is, een aansteker. Die wordt hier niet. Als iemand aansteekt en iemand steekt alles in de hands, dan heb je dus een probleem. Maar dat is. Is toch niet echt gebeurd? Er zijn ook niet echt hier rellen gevallen, vind ik. Dat moet dus ook, maar dat zou omdat het vrij. Dan maar instellen. Ik ga denk hier zo bij laten, jongens, kijkers. De celdeuren zijn dus gesloten. Ik ga het hier bij laten. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En even nadenken. Tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!